De Almelo Allee gaat toch weer van start. Maar er zijn wel een aantal veranderingen. Kun jij vertellen wat er zoal gaande is? Ja, we hebben natuurlijk een tijdje stilstand gehad in verband met corona. Dus de 7e editie is toen ooit afgelast. En het is heel fijn om te kunnen melden dat we naar de 7e editie gaan op 18 september 2022. Maar daarover later meer. We hebben gekeken naar goede opvolgers van het huidige bestuur. Dus die van de vorige sessies daar verantwoordelijk voor waren. En daar hebben we fantastische partners voor gevonden. In de vorm van Sisu, Remco, Platenburg, die jullie zo meteen zien. En Herman Moelaert van de Running Academy. En Herbert Halfman, die als wedstrijdcoördinator altijd betrokken was, gaat ook weer door. En in dit geval Step One, die ook als karttrekker, de nieuwe karttrekker, zeg maar, dit vervolg gaan geven in dit jaar. En daar zijn we echt blij mee. Het zijn hele ervaren mensen. En ik ben ervan overtuigd dat die daar het succes wat we hebben en de basis die we hebben, dat die dat heel mooi gaan uitbouwen. Almelo Allee, blijft die nog in beeld? Ja, zeker blijft hij in beeld. Niet zozeer dat wij de kaart trekken, maar we zorgen voor een warme overdracht, eventueel naar sponsors. Contacten met Huizen Almelo, die alweer toegezegd hebben dat we in de Gravenallee, dat Almelo-Allee daar mag plaatsvinden. En voor dank in ieder geval. Ook de contacten met het sportbedrijf Almelo, die ook als partner verbonden blijft. En wij zullen het ook in financiële zin vanuit de stichting blijven ondersteunen. Onder andere dat de kinderen zeg maar gratis kunnen deelnemen. En dat ook de Almelopers, zeg maar, waar heel de stad trots op is. En die altijd veel geld verzamelt, ook voor de Europa Run. In het kader van de Europa Run en palliatieve zorg. Daar gaan we zorgen dat er vrijwilligers komen. En dat wij daar een donatie voor geven voor het goede doel van de Europa Run. Jij hebt het stokje van Hans Brouwers van de Almelo Allee overgenomen. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Ja, we zijn dus na de coronastop zijn we inderdaad benaderd door de Stichting Almelo Allee. Erg mooi initiatief. En we hebben nu besloten met Sisu, atletiekvereniging Sisu, om gezamenlijk met een paar sterke partners de organisatie over te nemen. En dat gaat dus allemaal plaatsvinden op 18 september dit jaar. Ja, en wat is er zoal veranderd? Nou, we gaan het programma wordt een beetje uitgekleed. We gaan terug naar wat voor Sisu de core business is, dat is het hardlopen. Dus het wandelgedeelte is eruit en het fietsen gaat eruit. En we gaan ons toespitsen op 4 afstanden. Er komt de kidsrun van 1 kilometer. En er komen 3 afstanden, de 2 kilometer, de 5 en de 10 voor de volwassenen. En ook kinderen eventueel. Dus 4 afstanden. Ja, en dat betekent dat iemand die eigenlijk nog weinig hardloopervaring is, heeft, dan kan beginnen met de 2 kilometer? Dat was het idee inderdaad. Aanvankelijk zouden we alleen de 5 en de 10 doen naast de kidsrun. Maar de 2 kilometer is voor veel mensen ook leuk, uitdagend. Dus die hebben we erbij gedaan. Dus 4 afstanden in de mooie Gravenallee van Almelo. Ja, want daar gaat alles weer plaatsvinden. Ja, en als iemand graag wil meedoen aan deze nieuwe Almelo-allee, waar moeten ze dan zijn en hoe gaat dat? Ja, de inschrijving is nog niet geopend. Zodra dat kan, dan zal dat allemaal kenbaar worden gemaakt op de website van Sisu, op sisu.nl en op de site van Step One. En we zullen uiteraard de social media helemaal volzetten dat het kan gaan gebeuren. Heel veel succes. Dank u wel.